Mooi allemaal. Even wat aans. Over het Drents. En ik wil vandaag eens even met je hebben over woorden in het Drents. Woorden, boeken in het Drents. Over het Drents. Het was in 1844. Toen kwam er al in de Drentse Volksalmanak. Stond er al proeven van een woordenboekje van de Drentsche tongval. Van Lester John. 1844. Toen is dus al het eerste woordenboekie maakt. Het is door nou nog lang deur gewoon enzovoort. En ik maak even een enorme sprong naar het jaar 1959. Want toen kreeg Jan Naarding, die kwam aan het werk bij het Neder-Saxisch Instituut in Grunning, in Stad. En die kreeg de opdracht om een Drents woordenboek samen te stellen. Nou, het was een mooie opdracht. En Jan Naarding is er ja, vol vuur aan begund, maar in 1963 al is Jan Naarding uit de tiet kwam. Veel te jong. En toen lag het weer even stil. Tot 1969. Toen kwam Geert Hendrik Cox aan het werk bij het Neder-Saxisch Instituut. En die kreeg de opdracht. Nou, Jan Naarding heeft al heel wat gedaan. Maak een Drents woordenboek, Geert. Dat zou wel niet zoveel werk wezen. Zo kan de bocht weer een beetje zegt. Want ja, Jan Naarding heeft al van alles verzameld. Nou, dat vult toch tegen. En ja, Geert Cox heeft er joren en joren aan werkt. Hier is onder andere begund in 1969 al met in allemaal dorpen contactgroepen te maken, te vormen. Zo hebben we in wel 100 dorpen een contactgroep gehad en die contactgroepen die kregen dan al maand kwamen ze bij elkaar en dan kregen ze korties met erop vragen over de taal. Bijvoorbeeld, ken je het woord kuchelen in de betekenis van aanhoudend hoesten en kun je er een zin met maken? Nou, en al die korties, 66.000 in het jaar, kwamen terug bij het Neder-Saxisch Instituut en die werden verwerkt met als doel een tiendelig woordenboek te maken. Vanzelf kreeg Geert Cox door hulp bij Van Vording, Van Beugels, Van Henk Bloemhof. In de 80e jaren werd gezegd van, je moet een beetje opschieten, Geert. Nou, toen was het ook al wat helder wat jaren aan de gang natuurlijk. En een tiendelige woordenboek is er niet komen. Er is een tweedelig woordenboek komen over het Drents, over alle variaties die er in het Drents bent. En in 1996 kwam dit deel uit. A tot en met L. Het eerste exemplaar werd aanbeurden aan Rillis de Beek. Een jaar later, in 1997, kwam M tot en met Z was kloor. Twee delen, twee lijvige delen van het woordenboek bent er dus komen. En Geert Cox heeft er in zijn eigen tijd nog bijmaakt een register. Jammer genoeg heeft Geert Hendrik Cox niet lang van zijn pensioen genieten mocht, want in 2003 al is ze uit de tiet komen. En toen hebben eigenlijk zegt tegen Drentse Tol van, kunnen jullie nou zorgen dat mijn wetenschappelijke nalatenschap dat er toch wat met gebeurt. En ja, dat is hoe ze uiteindelijk lukt. Wij hebben dat hele woordenboek, dat hele dikke woordenboek, hebben we op internet weten te kriegen. Dus je hoeft hem ook niet meer te kopen als je woorden zoekt. Je kunt gewoon op internet naar www.drentswoordenboek.nl gaan. En dan zoek je elk woord op dat je hebben wilt. Je kunt het ook nog als riemwoordenboek gebruiken. Je kunt van Nederlands naar het Drents. Allerlei mogelijkheden op internet. Dat is wel makkelijk. Vanzelf met de meer woordenboeken komen in het Drents. Daar kan ik niet al te diep op ingaan. Maar bijvoorbeeld Bart Veenstra en zijn zoon Henk Haddering hebt dit woordenboek gemaakt. Een prachtig woordenboek, Drents woordenboek. Maar ja, het is een bijzonder woordenboek, want er stond bijvoorbeeld, ik moet even gauw zoeken, er stond bijvoorbeeld ook plaatjes in. Dat heb je in de meeste woordenboeken niet. Vooral alle Drentse dingen stond erin. Nou, dan hebben we nog meer een prachtig zakwoordenboek. Dat heeft Jan Tissing gemaakt. En ja, Reinder Smit heeft een prachtig woordenboek, moet ik kijken hoe dik, over het Drents van Dwingelo maakt. Allemaal nuver over die Drentse woorden en de variaties die er bindt in die Drentse woorden. Nou, ja, ik zou zeggen van, zoek ook maar eens. Ga maar eens kijken. En ja, als je nog aans nog vragen of zo wat hebt, je mag altijd mailen. Jan Germs, apesteert, huusvandetaal.nl. En als het echt niet aans kan, moet je ook wel bellen 06 11 06 3288. Ik zou zeggen, tot morgen. Tjoe.